Hey, goedemorgen Koen. Goedemorgen. Hoe is het voor jou om nu al een aantal jaar voor Crescendo hier op de markt te zitten als misschien wel een van de weinige jongere leden? Nou, een van de weinige jongere leden, dat is erg jammer. Ja, er zijn de afgelopen jaren wel een aantal jongeren weggegaan en deze zomer gaan ook een paar weg. Nou, dan wil ik eigenlijk het moment gebruik maken om op te roepen van, mits je wil je spelen, kom maar lekker bij Crescendo. Er is altijd een mogelijkheid om het te leren. Ja, kom gewoon een keer langs op een maandagavond. Dan spelen we in de meente, dus kom een keer langs. Jullie hebben altijd ruimte voor nieuw talent? Ja, nee, zeker weten. En hoe is het dan om bij zo'n Koningsdag hier op de markt te zitten? Ja, dat is echt een hele grote eer, moet ik zeggen. Ja, we zijn de enige vereniging in Steenwijk die dat doen. Dus ik vind het echt fijn om zo bij Koningsdag zo te zijn. Dat is echt een eer, vind ik. Wat wordt jullie volgende klus? We hebben nog een aantal dingen in het verschiet. Nog staat er niet vast. Maar we gaan waarschijnlijk op een concours. En dat wordt waarschijnlijk begin juni, geloof ik, in mijn hoofd. En er komt nog iets groots aan. Daar kan ik niet heel veel van zeggen, want het is nog niet helemaal bekend. Maar waarschijnlijk tijdens de Soul City Run gaan we een wereldrecordpoging muziek maken verbreken. Kijk, dat wordt helemaal gaaf. Dan komen we even kijken daar. Dat zou ik absoluut doen, want het is echt een aanrader. Want een paar jaar geleden is het ook gebeurd, 20 jaar geleden. En dat was een heel groot succes. Maar daar was jij niet bij dan? Nee, daar was ik nog niet bij. Ik ben er pas in 2003 bij gekomen. Maar toen heeft de vereniging 3 uur en 1 minuut gespeeld, geloof ik. Nou gaaf, we gaan het meemaken. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja.